Judas Theaterproducties presenteert de musical Iedereen Beroemd. Ik vond het fenomenaal. Het was fantastisch. Het is echt wereldklasse. Ik vind meer van dat. Ik kan alleen maar zeggen baanbrekend. Ik vind dat zo mooi. Goed geacteerd, heel eerlijk. Zo mooi kan musical zijn. Ik mag je die losmaken van Sjaar. Vastgebonden gaat ook. Dat is zelfs veel spannender. Ik was ontroerd, ik heb gelachen. Gewoon omdat er alles in zit. Je hebt emotie, je hebt humor, je hebt spektakel, je hebt entertainment, je hebt muziek. Ik ben geen musical lover, maar dit, ja, dit kan me echt wel bekoren. Ik kom hier binnen als een ijsje van de straat en ga naar buiten als een ster. Het is steengoed. Ik ben een beetje verdrietig dat dit niet vaker wordt gedaan in Vlaanderen. Goed leken, hè? Dat is dan lachen een troon. De Peter die echt ons alle hoeken van de kamer liet zien met al zijn personages. Dat zijn 92. Jante die vuur enorm goed brengt. In mijn kooitje zult gij hangen en je raakt er nooit meer uit. Waanzin. Het was echt waar de beste musical dat ik gezien heb in de 2 jaar. Laat mijn dochter zingen. Na! Vooral de Sven, hoe dat die vaderrol speelt, die liefde voor zijn dochter, dat is zo schoon om te zien. Niemand ziet haar liever dan een vader. Ik ben heel trots op mijn broer. Ik krijg het al terug. Ik vind het prachtig geschreven. Och, ik vind dat je ook. Zo, ik zou ze meenemen in een muziekdoosje, zodat zo fragiel. En voor mij mag ze elke avond zo even open, zo, dan mag ze zingen. Ik zou zo graag dat meisje zijn. De muziek van Jelle Kleijmans, waanzinnig. Ongelooflijke leuke muziek. Niet zo typische musical muziek, maar zo... Ja, het klopt gewoon. Eer dat ik geen woorden heb, dat moet een deel goed zijn. En ik heb geen woorden meer. Feel good, dat is een beetje een raar begrip. Maar als dat goed gedaan is, dan raakt u dat ergens op een plekje. En dat is met weinig anders te vergelijken. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om iets te maken dat je niet om de 5 à 10 jaar in Vlaanderen ziet. Puur entertainment, emotie en tegelijkertijd iets wat we misschien moeten meedragen. Dat oppervlakkig tv-wezen, dat oppervlakkig gsm-wezen, dat niet zo belangrijk is. We moeten elkaar terugvinden. En deze voorstelling heeft dat heel goed gepakt.